Is het filmpje over? Ja, ik kan het filmpje niet zien. Dames en heren, een goedenavond. Fijn dat u zo in grote getale gekomen bent, kan je toch wel zeggen. Voor een bijzonder boek. Ik ken Richard al vanaf zijn eerste boek in Nederland. En ik was gelijk wel eigenlijk weggeblazen door het boek, door het idioom, moet ik eerlijk zeggen. Want dat vind je zo gauw niet in de Nederlandse literatuur. En ik denk dat dat ook komt doordat hij Nederlands geleerd heeft in Nederland. En altijd in het Engels heeft geschreven. Dus dan krijg je een soort combinatie, net als bij Breit en Breitenbach. Dat is het eerste compliment van vandaag voor Richard. We kunnen eigenlijk gewoon nu ophouden, bij wijze van spreken. Maar, dus dat is echt zo. Je merkt namelijk dus dat als mensen van oorsprong in een andere taal schrijven. Herta Müller, de Nobelprijswinnaar van 2009, schreef in het Duits, maar ook in het Roemeens. En dat vormde samen eigenlijk weer een hele nieuwe, mooie, frisse taal. En dat viel mij bij het eerste boek, het eerste in Nederland verschenen boek op. Hoewel ik toen zei, Richard, schrijf nou eens een keer een roman en ga niet al die verhalen steeds achter elkaar vastmaken aan elkaar. En dat is nou het interessante. Ja, schrijf nou eens een keer die roman. Want dan belt hij op, hij zegt, ben met een nieuwe boek bezig. Dit boek, althans het ziet er anders uit, maar dit is een persexemplaar. U ziet, dan gebeurt er dit soort dingen mee. En toen zei hij van, er komt weer een nieuw boek aan. En ik had echt zoiets van, dit wordt een roman. En ik kan u zeggen, dit boek, dit is het beste boek. Ik sta ook achterop. Dit is het beste boek, ja niet bij deze, doe ik maar bij het echte exemplaar. Dit is het beste boek van Richard de Nooi. Het is een eerlijk boek, een oprecht boek. Een boek waarmee de barmhartigheid, de menselijkheid wordt gevierd. Zo. Dus allereerst heb ik een bril nodig, zou ik maar zeggen. Hoewel eigenlijk laten we gewoon over de vorm beginnen. Ja. Kijk, want weet u wat het is? De vorm is in dit boek eigenlijk, het lijkt voor mij alsof al die boeken die je geschreven hebt eigenlijk ertoe hebben geleid dat dit boek heeft kunnen komen. Los van het feit van wat je van die boeken vindt. Ze waren allemaal prachtig wat mij betreft. Allemaal positieve recensies van mij. En, maar dit boek, het lijkt alsof je daar naartoe gewerkt bent. Hebt. Sorry. Ja, het is eerder van dat ik met die trilogie, dat was natuurlijk een redelijk lange zit. Ik ben daar ongeveer 20 jaar mee bezig geweest in totaal, vanaf het begin niet constant natuurlijk. Allemachtig. En ik had eigenlijk gewoon daar steeds stukjes bij elkaar gesprokkeld. En als je eenmaal zo'n vorm hebt gekozen, dan blijf je er gewoon heel lang aan vastzitten. Ook omdat ik een Engelse schreef en een Nederlandse schreef. Ja. Dus dat was steeds eigenlijk twee romans of twee versies ervan. Ja. Dus op een gegeven moment wil je al wel wat anders. En, met dus, dit boek bedoel je hier daarmee? Ja, met dit boek. En eigenlijk kort daarvoor zei Fik van der Rijt, die kwam naar me toe op een borrel en die zei van, jongen, wanneer ga je nou eens een keer een lineaire roman schrijven? Kijk, dat bedoelde ik nou. Dat moest ik even opzoeken. Wat is dat precies, een lineaire roman? Ja. En, maar op een of andere manier is het dat, ik denk dat voor mij is het heel erg zo dat ik vaak in veelheid denk. Dat heeft ook te maken met het feit dat ik heel vaak voor al mijn personages in mijn romans korte biografietjes schrijf, waardoor die mensen echt gaan leven en echt diepte krijgen en nuttig, een derde dimensie. En, en nu is dit, in dit boek is het eigenlijk zo gegaan dat het dat die bijpersonen eigenlijk het verhaal vertellen van de hoofdpersoon. En die komt eigenlijk alleen maar af en toe als een rode draad. En die wordt wel steeds belangrijker naarmate het boek vordert. Ja. Maar die, dat is een soort. Ja, nou, en wat ik eerder al hier zei, is dat het. Op een gegeven moment besefte ik dat het ook wel een beetje biblisch is in dat opzicht. Want het verhaal van Jezus wordt ook verteld door zijn apostelen en door andere mensen en niet door hemzelf. Eén seconde. In zacht als staal heb je eigenlijk dit min of meer ook zo opgebouwd. Het was eigenlijk een soort voorstudie, lijkt het wel, voor dit boek. Ja, in dat opzicht was het. Het verschil is dat in dat verhaal was, waar de personages ook diepte gegeven, maar op een hele journalistieke manier. Ja. Dus dan probeer je zo dicht bij, mogelijk bij wat. Zodat het eigenlijk het idee was dat de lezer altijd op twee benen zo van hinkt van is het waar gebeurd, is het niet waar gebeurd, in hoeverre zijn dit echte interviews. En vaak is het inderdaad een soort interviewformat, of dat iemand een soort bekentenis aflegt. Ja. En in dat opzicht is er niet heel veel ruimte om met de taal te spelen, want je moet dan eigenlijk gewoon een goede weergave geven van hoe iemand normaal zou spreken. En het is hetzelfde ook als je een politieverslag schrijft. Ja. Dan kan je niet
bloemrijke taal gaan gebruiken, want mensen praten niet op die manier. Dus je probeert het dan echt. En dat miste ik een beetje op een gegeven moment. Dat de mogelijkheid om meer met de taal te spelen en echt een verhaal van te maken en meer met de vorm te spelen. Ja. Want je zit eigenlijk gewoon heel erg vast dan aan een. Aan een redelijk specifieke journalistieke vorm zit je dan vast. Maar dit boek is verder eigenlijk juist wel lineair, doordat je een soort messiaanse figuur heb je opgevoerd. Ja. Dus er zit ongelooflijk, er komen misschien zo direct nog even over te spreken, er zitten ongelooflijk veel linken in aan de wereldliteratuur. In de recensie van mij, die hij heeft straf, dus komt 3 dagen later. Omdat hij erom gevraagd heeft. Dus die komt aanstaande maandag. Daar ga ik ook allerlei linken leggen met allerlei wereldliteratuur die hij eigenlijk bewust of onbewust in dit boek gebruikt heeft. Want wat heel interessant is, de Europese gedachte achter dit boek. Ik ben zelf bezig geweest voor de Europese Unie en dat is een heel groot project. Mag ik dat eigenlijk even? Ja, dat mag je even. Dus het is zo, dus dat. Ja. Nee, dat is dus. Ik kan van. Nee, dat kan nog niet. Maar het is, vandaag heb ik toestemming gekregen van de Europese Unie om een boek te maken met van alle Europese landen 2 belangrijke schrijvers. Dus die mensen heb ik al jaren geleden benaderd. Het is een project geweest van 8 jaar. En ik moet 1 ding moet ik doen, want Gerbrand Bakker zou de Nederlandse bijdrage schrijven en er komt een heel groot voorwoord in van. Ik moet eigenlijk misschien nu Richard vragen, want dit is echt voor mij een Europees boek. In de zin van, de hoofdpersoon gaat als het ware op zijn trektocht, op zijn messiaanse odyssee, gaat hij richting Israël en hij komt in al die verschillende landen. Ja. En dat is ook zo interessant, want daar ben ik erg benieuwd naar. Dus die Europese gedachte. Maar B, eigenlijk, zit er iets achter van dat je denkt van, nou, die barmhartigheid, die moeten we ook in Europees verband weer zien te vinden? Ja, ik denk dat het meer is dat ik. De werktitel van het boek was Vreemde Liefde. En het is iets wat mij. Dat is iets wat me altijd gefascineerd heeft. Je kent het klassieke chestnut. Write what you know. Ja. Maar mijn nieuwsgierigheid dwingt mij om. Ik vind het juist interessant om dan over andere culturen en over andere mensen te praten. Gewoon omdat ik die nieuwsgierigheid heb. En het heeft niet meteen iets met barmhartigheid te maken. Maar het heeft eerder gewoon met een interesse in de ander te maken. En dat kunnen mensen om je heen zijn, dichtbij. Maar het is ook inderdaad in andere landen. En als je dan op zoek gaat naar wat een cultuur kenmerkt, dan kan je naar dat land toe reizen, want dat vragen mensen ook altijd, ben je er geweest? Maar eigenlijk, als ik dan bij mezelf te raden ga, waar ik het meeste van leer is van films en van boeken die ik uit die landen heb gelezen. Eerder dan, want om daar te zijn, je krijgt geen duiding, tenzij je echt met lokale mensen omgaat die het aan je uitleggen. Of je moet minstens 1,5 jaar ergens blijven om iets te kennen. Als je op vakantie gaat. Het grappige. Ik wou ooit, toen ik uit Zuid-Afrika wegging, toen ik 20 was, had ik journalistiek gestudeerd. En ik wou oorlogscorrespondent worden. Zo. En ik had zoiets van, ik ga overal over. Nou ja, de derde boek gaat er wel een beetje over. Van wat als ik dat wel was geworden. Nou, dan was ik waarschijnlijk zwaar getraumatiseerd. Ergens in een Pieterbaancentrum terechtgekomen. Vrees ik. Eigenlijk de reden dat ik dat niet heb gedaan is dat ik merkte hoe moeilijk het al was om te aarden in Amsterdam. Terwijl ik kwam hier aan, ik was 20, je hebt alle ruimte en je hebt niet alsof je met een familie komt en dus beperkt bent daarin. Dus ik merkte hoe moeilijk het is al om weer wortel te schieten of je moet een bepaald, ik denk dat je ook een bepaalde persoonlijkheid moet hebben om helemaal los te komen van een cultuur, zal ik maar zeggen. Ja. En anderzijds vind ik ook dat je pas een cultuur interessant wordt op het moment dat je het echt leert kennen. Ik vind het ook heel leuk om in landen te zijn waar ik moet werken of waar ik inderdaad in contact, dat ik bij mensen thuis kom of dat je. Dus dat vind ik altijd de leukste vakanties, als je dan ook echt met de mensen daar zit. En de enige manier om dat eigenlijk te doen met dit boek was door korte verhalen te lezen. Echt bundels te lezen van uit die landen. Specifieke korte verhalen of ook romans? Of? Ik heb ook romans gelezen, maar ik heb vooral korte verhalen, omdat dat, het voordeel daarvan is dat je eigenlijk vanuit heel veel verschillende gezichtspunten heel snel die cultuur leert kennen. Dus je hebt eigenlijk je krijgt eigenlijk een soort, eigenlijk een kaleidoscopisch of een soort regenboog-effect. Maar wat ook interessant is, dat je dan ook ziet dat
al die culturen, als je voorstelt bijvoorbeeld dat als je een Scandinavisch verhaal of een Scandinavische film vergelijkt met een Duitse film, een Italiaanse film, de sfeer in die films is vaak totaal anders. De manier waarop het, hè, gewoon van waaruit het gefilmd is, is anders. Mm-hmm. Maar als je dan bijvoorbeeld in de Balkan gaat kijken, dan zie je dat verschil ook eigenlijk bestaat als je Sloveens, wat eigenlijk veel, al de stukken die ik gelezen heb, veel meer intellectualistisch is en veel meer die vorm heeft. Ja. Kroatië is heel soort, bijna een soort heel aards gevoel. Is dat die benoemd heette voetbal, engelen en oorlog. Nou ja, dat is al een, hè, dat is natuurlijk redelijk specifiek geselecteerd ook, maar het is wel, geeft is al een mooie weergave van die landen. En die landen die hebben ook een meanderend karakter, die verhalen. Als je kijkt naar Tsjechië, ja, Slowakije en dat soort landen, die verhalen meanderen altijd als rabalesk, zou ik zeggen. Nou ja, en als je dan bijvoorbeeld in Turkije kijkt, Turkije is altijd, heel veel van die verhalen zijn heel groot en wijd. Ze gaan heel erg over het landschap en wat er allemaal gebeurt in die landen. En eigenlijk is het veel minder, met een intentie om een plot uit te werken en het op die manier te vertellen. Het is veel meer inderdaad om een setting neer te zetten waar binnen een aantal relaties met elkaar, door elkaar heen buitelen. Dus in dat opzicht is het heb ik geprobeerd om dat ook in verhalen te verwerken. Ja. En ik heb ook steeds al die verhalen naar vertalers in die landen. Via het Fonds voor Letteren ben ik in contact kwam met vertalers uit die landen. En dat is heel handig, want vaak ga je online. Mijn klassieke manier om namen te zoeken is dat ik de voetbalteams, als ik voor mannen namen zoek, dat ik voetbalteams uit bepaalde jaargangen opzoek en de namen daarin. En dan kies ik daar de namen uit. Maar dat werkt niet altijd. Want je hebt ook natuurlijk, weet je, voetballers die komen ook uit een bepaalde natuurlijk milieu. Ja. Dus als je vanuit een ander waarom milieu wordt er zo gelachen eigenlijk? Zijn er toevallig veel voetballers? Er zit een aantal voetballers in de zaal. Ja, dus die cultuur, dat is wel. Dus wat dat betreft is het de Europese gedachte, het idee van dat al die culturen, dat ik die fascinerend vind en dat ik het mooi vind dat het allemaal een eenheid vormt, maar toch heel verschillend blijft. Ja. En, maar dat vind ik zelfs in Nederland. Ik zit dan natuurlijk heel veel in Amsterdam, maar ik kom nu ook af en toe in Groningen en op andere plaatsen steeds vaker. En dan zie je toch dat zelfs in dat hele kleine stukje land, dat er gewoon zulke gigantische verschillen, ook qua taal of de manier waarop mensen het leven beleven of hoe ze met elkaar omgaan. Het is dus, dat is iets wat me altijd zal blijven integreren en het zal altijd moeilijk blijven om daar echt je vinger achter te krijgen, om te begrijpen hoe dat in elkaar steekt. En dus daar gaat dit boek eigenlijk ook voor een deel over. Het thema is barmhartigheid, maar ik heb ook geprobeerd om de verhalen de aspecten van barmhartigheid die ik wilde belichten, die heb ik ook gewoon in bepaalde landen geplaatst. Omdat ik dacht, van daar kan het veel interessanter. Daar past het ook bij. Bijvoorbeeld, als je het verhaal, is een verhaal in dat verhaal in Denemarken van die vader die met de boot met zijn twee maîtresses, die een laatste bootreis gaat maken. Dat had ik nooit in Turkije kunnen plaatsen. Weet je, dat is gewoon, dat werkt gewoon niet. Dat is gewoon, sommige landen zal dat. Dus dat. Dus je bent gebonden, dus ik moest ook wel een beetje schuiven met de soort de ideeën die ik had. En de soort ethische en morele kwesties die ik wou uittypen. Jeetje, ik ben wel veel aan het woord. Nee, dat is ook de bedoeling. Ik kan ook de hele tijd aan het woord zijn als je dat wil. Maar dan ga ik over het boek vertellen. En wat me ook interesseert is, en dat is denk ik iets wat de grootste opgave was. Is dat de... Ja, ik noem het geen verhalen. Het zijn toch echt hoofdstukken in een lineair boek. Het is voor het eerst echt gelukt, Richard, een lineair boek. En in die hoofdstukken kan je het dus ook duidelijk zien. Kijk, ik heb zelf natuurlijk ook in een aantal van die landen gewoond. Dus, dus ik weet dan van, klopt dit of klopt dit niet? Ja. En in die landen heb je wat mij betreft ook de kern zo getroffen dat het moeilijk geweest moet zijn om ook die kleine verschuiving in vorm, want dat is namelijk dus, weer een compliment komt eraan voelen, dat is namelijk dus gewoon wat heel kunstig is in dit boek, dat is, het leest gewoon, Richard heeft gewoon een hele goede, prettige stijl, gewoon prettig, het leest, er zit een drive in, maar behalve die drive heb je nu ook dat in elk verschillend land eigenlijk ook die kleine vormverschuiving, die kleine stijlverschuiving zit. Ja. Heel graag.
En, ga verder met je compliment. Ja, dank je. Die kleine stijlverschuiving zit, waardoor de lezer die gewoon het boek prettig leest als entertainment, dat mag, dat is gelegitimeerd. Ja. Legitiem zelfs. Ja. En dat kan, je kan het gewoon helemaal zo uitlezen. Dit, maar op een of andere manier zitten er hele kleine verschuivingen in. Hele kleine vormverschuivingen ook. Die je alleen merkt als je heel close reading bezig bent. Ja. En dat is juist wat het boek verheft. Het stuk, ik heb het ook al tegen Sophie gezegd tijd terug. Het stuk over Pavel in Tsjechië. Ja. Dat is zo ontroerend. En niet sentimenteel, godzijdank. Maar het hele boek is ontroerend. Maar dat raakte mij het meest. Omdat ik natuurlijk, ik heb zelf in Tsjechië gewoond. Ja. En die mentaliteit daar, zoals je die geschetst hebt, die is spot on. Ja. Werkelijk spot on. En in dat geval is die barmhartigheid ook, het is een autistische jongen. Ja, ik heb niet eens daar echt over nagedacht. Nee, maar ik heb een soort idee, maar jij hebt het soort autisme. Laten we zeggen, het is een autistische jongen en die bouwt op de zolder met hulp van een naburige ingenieur, bouwt hij. Ja, een ruimtecapsule. Wat nee, en, eigenlijk een schietstoel. Een schietstoel, maar er zit van alles omheen en alles. Ja, precies. Hij heeft allemaal regels voor zichzelf gesteld. En het grappige is, ik ging daarna Even, einde compliment, bijna. Maar het is zo dus dat, wat het mooie eraan is, is dat dus gewoon, je hebt die ingenieur die helpt, die jongen. Maar die jongen helpt ook die ingenieur met zijn zieke vrouw. Nee. En vervolgens zit er nog een laag aan hulp in. Dus het is dat driedimensionale bijna. Ja. Dat is in bijna alle hoofdstukken helemaal gelukt. Ja, ik ben heel blij om dat te horen. Want het is ook een beetje het idee is heel ook moeilijk inderdaad. Is dat. Ja, maar dat komt, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat. Dat is al voor het hele boek zo, maar ook in ieder verhaal zo. Is dat ik niet kies voor een bepaald personage. Het wordt vanuit een bepaald personage geschetst, maar ook de personages in ieder verhaal. En Louis, wat waren het er? 175, geloof ik. Die allemaal een. Louis had een eerdere versie, die had even geturfd hoeveel personages erin zaten. Maar goed, maar het is wel om die allemaal een soort vorm te geven. Nee, maar dat is wel. Dat blijft heel erg moeilijk en dat blijft eigenlijk het. Maar ook het leuke ervan. En daar krijg je die meerdere soort. Die verschillende dimensies van. En ook als je in de dialogen en in de actie, interactie, dat je in plaats van dat je de hoofdpersoon met soort tweedimensionale klankbordjes omgaat, dat iedere persoon in de dialoog ook met een eigen intentie daaraan deelneemt, dan krijg je ook waarachtigere dialogen, omdat die mensen ook daadwerkelijk gewoon met een intentie daarin zitten. En dus dan loopt dat ook gewoon anders dan dat het alleen maar een soort heen en weer is, of dat je het alleen maar gebruikt om iets te illustreren. Dus, dat maakt het boek ook wel. Ja, ik heb er 4 jaar aan gewerkt en dus het is ook. Daar komen we zo op. Mag ik jou vragen om de eerste column te doen? Moest je huilen om het vier verhaal of niet? Nou, kijk, ik heb natuurlijk zelf dus een moeilijk kind gehad en ik heb daar gewoond. Ik ken dat soort ingenieur. Mijn schoonvader was zo'n ingenieur. Dus ja, dit was voor mij een zeer roerend verhaal. Dus er sprongen tranen in je ogen. Ja. Ja, dat wou ik even weten. Maar goed, en wat doe je daarmee verder? Want we zijn toch met barmhartigheid bezig. Nee, dus ik wou gewoon weten of jij als mens, zoals ik jou daar nu zie, of jij moest huilen. Ja, ja. Ja. Het is gewoon interesse, nieuwsgierigheid. Nee, maar en hoe heb jij dat verhaal ervaren? Ik heb het verhaal nog niet gelezen. Oké. Nee, allerbeste man. Hè? Jij moest ook huilen? Ja? Esther moest huilen. Ja. Oké. Okay. Wat ik nu u ga vertellen, mag u ook omhuilen. Het hoeft niet. Het gaat wel over barmhartigheid. Ik ben een heel slecht mens. Heel slecht. Een armhartige ondeuger. Ben ik niet altijd geweest. En ik zal u vertellen hoe dat eigenlijk allemaal zo gekomen is. Ik ben altijd fan geweest van Levinas. God openbaart zich in het gelaat van de ander. De ander doet een appel op je. En pas door zijn oproep word jij gevormd. Pas door de erkenning in de ogen die niet de jouwe zijn, besta jij. De blik van de ander negeren is volgens Levinas eigenlijk het begin van geweld. Ik was alleen altijd nog veel radicaler dan hij.
Want waarom alleen reageren op de blik van een mens? Waarom zoek niet eens een keer oogcontact met een dier? Kus eens een boom, tong de grond, die lekkere aarde in je bek. Ik was altijd van het mededogen in overdrive. Nucleair altruïsme. Allesomvattend en allesbevattend. Begrip voor een robot, sympathie voor een steen. Dat is iets wat ik eigenlijk gewoon altijd oprecht heb gevoeld, ook van binnen. Gewoon liefde voor alles, levend of dood. Ja, ik weet niet, mijn hart gaat eigenlijk best wel uit naar alles. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dat is wel echt zo. En voor deze avond onderzocht ik de woorden die dat soort gevoelens dan eigenlijk omschrijven. Warmhartigheid, erbarmen, mededogen, allemaal prachtige woorden. Ja, een soort woorden die zich uitstrekken naar de overkant, voor mijn gevoel. Maar het mooiste vind ik eigenlijk goedertierenheid. Dat is mijn favoriet. Het is net iets minder bescheiden, iets minder chic, vind ik. Gewoon een soort van, alsof je het wil rondslingeren, je goedheid, je liefde. Als een sproeier. Een tuinsproeier op een warme dag. Gewoon goedertieren, weet je wel. Love, shooter. Laat je goedheid welig tieren. Gespreide armen, vol erbarmen. Pak aan de inhoud van mijn hart. Zo dacht ik altijd over. En dat, ja, de inhoud van mijn hart was altijd groot. Maar niet meer. Ik zeg er niks meer over. Over dat smoel van de ander. Die trieste bakkers. Die open ogen waarin zich alles openbaart. De compassie die ik met zoveel passie altijd voel, verzwijg ik nu. Ik rant nu alleen nog maar over één rant. Over het individu. Rationeel egoïsme. Hoe je niets hoeft te betekenen voor een ander. Hoe we allemaal eigenlijk narcistisch zijn en egomaan. En hoe we, als we iets voor een ander doen, dat dat eigenlijk alleen maar voor onszelf is. En je weet het verhaal, toch? Het Twitter- en Facebook-vegen idee van tegenwoordig. En ik heb me eraan aangepast. En dat is eigenlijk gekomen toen ik op sociale media een actie heb opgezet voor mensen met nare ervaringen op seksueel gebied. Het leek mij toen een goed idee als die hun verhaal zouden doen. Het hardop zouden uitspreken wat ze hadden meegemaakt. Er ruimte mee zouden innemen. Ik geloof er eigenlijk in dat als je mensen een stem geeft, dat ze dan meer bestaansrecht krijgen. Dat als ze dingen zeggen, dat ze er dan ook zijn. En dan gaat het eigenlijk heel vaak mis. Zeker bij misbruik. Mensen schamen zich, voelen zich schuldig en zwijgen dan. Dus ik bedacht de hashtag zeg het. Dat bedacht ik samen met een vrouw en voor haar. Een vrouw die niet gezwegen had over misbruik en over aanranding. En bij Pau daar haar verhaal over had gedaan. En ik dacht van, om haar te steunen en om anderen het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn. En sommigen misschien net dat duwtje in de rug te geven om zich ook uit te spreken. Dacht ik, laten we gewoon zo'n hashtag doen dat iedereen zijn verhaal kan vertellen. Nou, dat ging eigenlijk heel erg goed. Mensen deden hun verhaal, spraken zich uit. Mensen luisterden. Tot ik merkte dat er een soort tegenbeweging ontstond. Er kwam kritiek. Er kwam spot. De verhalen werden belachelijk gemaakt. En er werden stukken geschreven waarom deze actie juist averechts zou werken. En juist extra verkrachting zou opleveren. En meer seksueel geweld. En de vrouwen die hun verhalen vertelden, werden uitgemaakt voor aandachtshoeren. Voor domme dozen, voor slachtofferjankers, voor zeikwijven. Er kwam zelfs een hashtag zeikwijven. De vrouwen die de actie hadden bedacht, waaronder ik zelf, werden natuurlijk al helemaal met de grond gelijk gemaakt. Narcistische motieven, alleen maar om publiciteit te trekken. Alleen maar ten koste van echte slachtoffers. En om te laten zien, wat tegenwoordig heel erg populair is, om te laten zien hoe goed je wel niet bent. Ik was er zo verbaasd over. Ik was ook zo teleurgesteld. Ik dacht van, ja, iets wat in eerste instantie zoveel kracht en positiviteit opleverde. En ook waar kracht en positiviteit van uit was gegaan. Dat opeens zo fanatiek bestreden leek te worden. Echt alsof er een soort beweging tegen was. Het leek wel alsof het kapot moest. Alsof het, weet je wel, te goed was of zo. Er werden verhalen verzonnen over hoe wij, de bedenksters, stiekem hadden samengewerkt met slachtofferhulp en dan eigenlijk geld kregen terwijl we zeiden dat we het niet kregen. En allemaal, ik was helemaal verbijsterd over wat er allemaal niet bijgehaald werd. Eigenlijk werd alles met een soort wantrouwen overgoten. En als ik één ding heb geleerd in het leven, is dat wantrouwen erger is dan kanker. Niet te bestrijden, niet te genezen. Dus ik was echt verdrietig. Ik
heb serieus echt gehuild toen die actie was afgelopen. Omdat eigenlijk ook om het feit, vooral om die mensen die hun verhaal deden op Twitter en die vrouwen die dat deden en die toch weer werden uitgelachen, toch weer beschaamd, toch weer beschuldigd. Weer niet serieus genomen. Ik vond het zo in en in droevig, omdat het precies de reden is waarom mensen zwijgen. Ik had dus helemaal niets bereikt met mijn goede tierenheid. Ik keek naar mijn vriendin Sunny Bergman en zag dat zij eigenlijk altijd dat soort weerstand oproept met haar goede bedoelingen, met haar acties. Ik keek naar Sofana Simons en ik zag dat zij dag in dag uit moet horen dat ze het eigenlijk allemaal voor zichzelf doet, dat racisme haar verdienmodel is. Ik keek naar al die andere dappere mensen die strijden tegen racisme, seksisme, onrecht, die proberen om de wereld een betere, mooiere plaats te maken. En die iedere dag moeten horen dat ze niet deugen, dat hun motieven niet kloppen, die iedere dag onder een microscoop worden gelegd in de hoop hun foute motieven, dat in de hoop eigenlijk dat ze betrapt kunnen worden op een gebrek aan echte goedheid. Want de goedheid is dood en deugen deugt niet. Er is eigenlijk alleen nog maar, dat heet op het internet, virtue signaling, deugd tonen. Het tonen van je goedheid, het laten zien hoe geweldig je bent. Als een BN'er iets zegt bijvoorbeeld over een ramp of geld wil storten, staat het volk al klaar om ze te verketteren. Ze willen alleen maar belangstelling, ze willen weer laten zien. Ze waren natuurlijk weer niet genoeg de laatste tijd in de publiciteit geweest. Ja, mensen met goede bedoelingen bestaan niet meer. Barmhartigheid, dat concept waar we vroeger in geloofden, heeft plaatsgemaakt voor armhartigheid. Alleen good mens bestaat. Het is een nazi-term voor mensen die alleen maar juist handelen om zichzelf op hun borst te slaan. Dit cynisme is zo alomtegenwoordig dat ook fanatieke linkse mensen die het eerst altijd goed bedoelden, nu zogeheten social justice warriors, ik noem ze ook wel mensen van Sur, die vertrouwen ook niemand meer. Als je wit bent en je wil iemand helpen tegen racisme, ben je een helper whitey? Doe je aan white saviorism? Denk je het allemaal beter te weten vanuit je bevoorrechte positie? Je bent een betuttel racist. Het is neerbuigend om überhaupt te denken dat je iemand kan helpen. We zijn nu eenmaal allemaal egoïsten. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik zo ontmoedigd raakte en ook zo niet hou van dit soort, gewoon hoe er met activisten wordt omgegaan. Dat ik dacht, ik ben gewoon geen activist. Ik ben dan maar een slecht mens. Dan deug ik maar niet. Dan heeft Rand gewonnen. Is leven als dood. Alleen voel ik hem nog elke dag als ik naar de ander kijk. Als ik in de ogen kijk, die pijloze, onuitputtelijke poelen van onbeantwoorde vragen. Als ik aan mijn psychiater denk, Max Hamburger, die in Auschwitz heeft gezeten en dat heeft overleefd om mij en andere mensen te leren wat liefde is. Maar dat soort sentimentele oprispingen verstop ik gewoon. Ik ben alleen nog maar stiekem sympathiek. Ik verspreid understated tederheid. Je zou kunnen zeggen dat ik lafhartig barmhartig ben. Maar dat heeft misschien ook wel iets moois. Misschien is dat wel het echte erbarmen. Goed doen zonder dat iemand het weet. De anonieme weldoener. De held met het masker voor die steelt van de rijken en aan de armen geeft. Heimelijk de hongerige voederen. Bedekt de dorstige laven. Verkapt de naakte kleden. Dat is wat ik tegenwoordig doe. En op Twitter en in het openbaar schreeuw ik om het hardst hoe egoïstisch ik ben. Hoe alles alleen maar om mij draait. En ook hier zal ik u wijsmaken dat ik een uitermate narcistisch kutwijf ben. Een armhartig slecht mens. Een vieze aandachtshoer. Die alleen maar over mooie filosofen en warme gevoelens staat te wauwelen om voor de centen en voor de exposure. Ik zal u vertellen dat dit mijn verdienmodel is. Ja, nou ja, ik verdien hier ook mee, dus. Want ik ben tot de conclusie gekomen dat de waarheid niet meer bestaat. En sinds Trump aan de macht is, alle goedheid dood is. Dat de mensen je alleen nog maar geloven wanneer je keihard liegt. Dank u. Ja, prachtig begin. Wil je er iets over zeggen? Of ja, ik heb er heel veel over te zeggen. Omdat, ja. Nou ja, heel veel over te zeggen. Het is een van de dingen die mij ook inderdaad opvalt. Is dat
Ik heb er zelf over na zitten denken, inderdaad, het hele idee van barmhartigheid. Het is wel raar, omdat je dat eigenlijk als schrijver wil je dat. Je wil het verweven in het boek en je maakt het heel gecompliceerd door dat in actie te laten afspelen en in gesprek te laten afspelen. Dus als jij vertelt over Pavel en hoe die relaties met elkaar omgaat, dan voel je in wezen, wordt het opgeroepen. Ja. Dat gevoel van wat dat dan is, of wat dat dan inhoudt, of zou kunnen inhouden. En het probleem heel vaak, denk ik, waar jij mee te maken, en dat zie ik natuurlijk ook overal om me heen, want ik zit ook op Twitter en Facebook, en vooral Twitter is daar kampioen in. Dat is gewoon opinies vuren. Ja. En ik zag laatst een heel mooi gifje, zo'n klassiek gifje waarin zo'n heel kort filmpje dat ze blijft herhalen. Okay. En dat gaat op een gegeven moment zijn er, zie je een hond van één kant van een hek blaffen. Ja. En drie honden vanaf de andere kant van het hek blaffen. En die zijn tegen elkaar echt om te gaan schreeuwen zo. En dan trekt dat hek zo weg. Zo'n automatisch hek is, dat gaat open. En op het moment dat er geen hek meer is, draaien ze allemaal om. Dan gaan ze hun eigen kant, rennen ze weg. En ik denk dat dat gewoon het verschil is. Ik denk dat als je heel erg op opinie gaat letten, en als je heel erg op Trump gaat letten, waar we in wezen in ons, direct in ons leven niet zoveel mee te maken hebben. En het geldt ook voor, het heeft wel wat consequenties voor ons. Maar het is ook, als je alleen maar op die opinies gaat letten, dan word je ook cynisch. Ja. Want ik heb soms zo, je volgt bepaalde mensen op Twitter en dan zie je, dat zijn dan vaak redelijke mensen, maar je valt ook soms van de kant van die wereld af en dan duik je, of je post zelf iets en dan komen allemaal, wat je zelf zegt, er komen allemaal reacties op en tegenreacties. Ja. In eerste instantie steunen mensen dat. Maar dat zijn alleen maar opinies. Waar het boek over gaat, waar het hier over gaat, is dat het gaat over de daad. En dat is, en dat blijft. Als je bijvoorbeeld als je zegt dat je geheimzinnig toch barmhartig bent, dat is iets wat je in je eigen omgeving doet. Je gaat naar iemand toe of je stopt even toch voor die buurvrouw om even te praten. Of weet je, het zijn van dat soort kleine essentie, dingen. Dat is de essentie van dit boek. Want kijk, weet je, ik zeg ook wel eens social media prachtig. Ja. Ik post alleen maar recensies, verder niks. En interviews. Vroeger ging je naar de schuur en dan haalde je een emmer met witsel en een kwast, liever wel. En je liep naar de muren en had je nog even tijd om na te denken voordat je er wat op ging kalken. Ja, dat klopt. En nu is het zo dat je direct moet je een opinie hebben. Ja, direct. Ja, ja. En het is precies, want wat ze net zo vertelde, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ja. Dat je in je omgeving bijna niks kan doen, omdat het verdacht wordt. Alles is verdacht. En dat is nou juist het goede van het boek. Het boek is eerlijk. En oprecht. En dat is het nou juist. Het hele belang van dit boek. Alweer een compliment, Getver. Is dat het boek. Geef mij dan een compliment. Ja, dat heb ik net gedaan. Je hebt ons aan het denken en het praten gezet. Hier. Dat weet ik ook. Nee, maar goed. Het is zo dus dat. Dat is het mooie van het boek. Nou, het is allemaal heel erg herkenbaar wat je zegt, hoor. En het is ook heel irritant, ook in het, bijvoorbeeld in het hele literaire gebeuren. Als je er heel veel jaren in zit, maak je dit soort dingen ook allemaal mee. Het is nooit goed wat je doet. Cynisme, ja. Dat cynisme is werk, dat je gewoon oprecht geïnteresseerd bent in zo'n boek. Of dat ik naar Denemarken ga om Grundahl te interviewen, wat mij dus gewoon €500 kost. En terwijl ik er niks voor krijg voor zo'n interview. Dat wordt verdacht gevonden. Kijk, en dat is dus, ja, pure interesse of oprechtheid is verdacht. En dat is nou juist wat het zo mooi aan dit boek is. Is dat het allemaal oprecht is. Je voelt dat het oprecht is. Ja, het is en het komt ook denk ik gewoon omdat heel veel van de verhalen, dat heeft te maken, heel veel van de personages ook in het boek, die hebben toch, het is meer een soort vaak toevallig dat ze erin vallen. Die buurman die wordt benaderd door die jongen omdat hij ingenieur is en die jongen is gefascineerd in hem. Of iemand wordt gevraagd, in Turkije een vuilnisman wordt gevraagd om iemand mee te nemen van één pompstation naar het volgende pompstation. En onderweg komen ze bij een verkeersongeluk tegen. Ja. Dus het hangt van toevalligheden aan elkaar. En dat is iets wat dat is een van de dingen waar ik over zat na te denken met barmhartigheid. Is dat, wat zitten daar gradaties in? Hè? Want je hebt kleine daden van kleine goede daden, maar je hebt ook, bovenaan staat heldhaftigheid, denk ik dan. Hè? Heldhaftigheid is de persoon, en in Nederland is dat de klassieker natuurlijk, die meteen in de gracht duikt als een auto te water gaat. En die gaat proberen om mensen uit, die denkt niet na, die wordt geïnterviewd achteraf en die zegt van, je bent een held, nou, fantastisch en wat heldhaftig. Maar eigenlijk heeft die persoon ook gewoon angst en die is gewoon bereid om wat te doen op dat moment. Ja. Dus
het boek gaat ook in veel opzichten daarover. Dit is dan één geval, zeg maar, ja. Die heldhaftigheid. Maar heel vaak is het ook gewoon dat iemand dan in een relatie zit. Of eigenlijk al een plicht heeft daarbinnen. Maar je kan kiezen om die plicht te negeren. Of je kan juist zeggen van, ik ga daarin op. Je kan zeggen van, ik ben een buurman. Maar je kan je ook opstellen als een echt ware buurman, in de zin van dat je openstaat voor wat je buren aan het doen zijn. Ja. En dat je niet alleen maar zit te luisteren van, oh, die maakt heel veel herrie, of dan heb je hun weer, of wat dan ook. Maar dat je denkt van, oké, ja, misschien moet ik er wat aan doen. Of misschien moet ik eens een keer aankloppen en vragen hoe het met hem gaat en dat soort dingen. En ik denk dat is iets wat, als het boek een boodschap heeft, dat probeer ik altijd te vermijden natuurlijk. Ja. Het is wel iets waar ik door het schrijven ervan over ben gaan nadenken. Dat ik bij mezelf dacht van, ja, misschien is dat wel een zaak dat in plaats van je denkt van, oh jezus, ik heb hier geen tijd voor. Dat je echt zegt, nou ik stop toch even en ik luister even. Even een vraag daarover, want wij zijn allebei mantelzorger geweest. Jij toch ook, hè? Lang eigenlijk. Ja, ja. Is dat ook iets, heeft dat een invloed, denk je? Op je denken dienaangaande, zal ik maar zeggen. Met betrekking tot barmhartigheid en ook dankbaarheid. Dit is echt een grappig, dat je dan echt zo heel boek gaan schrijven, en dan aan het eind zat hij vandaag even op het balkon, want dan zit hij en denkt van, oh, wat ga ik allemaal krijgen, waar gaat iedereen over beginnen? En toen dacht ik bij mezelf, ja, het heeft ook ergens met schuldgevoel te maken. Dus dat je probeert schuld, dat eigenlijk schuldgevoel iets ergens is, wat je achtervolgt. Ja. Dus ik heb dat altijd. Ik heb het heel lang gehad, het soort idee van, oh, ga ik hier spijt van krijgen, als ik het niet doe, of als ik iets niet gedaan heb of iets genegeerd heb. Dus die hebben ook vaak dat is dan ook weer een beweegreden voor mensen om iets te doen om hun schuldgevoel af te kopen. Hè. Soms is het natuurlijk ook dat als je geeft dan aan organisaties dat aflaten werd het vroeger genoemd. Nou, ja, precies. Dus dat is dat is ook weer een factor die het weer ingewikkelder maakt of vertroebeleert. In ieder geval, dat het is nooit helemaal duidelijk van. Dat is ook heel vaak met opinies zo. Is dat ze dan tegen je zeggen van, jij bent dit of jij dit en je doet het voor die reden. Maar het is niet van dat ze. Het wordt niet een vraag gesteld aan je van, waarom doe je dit eigenlijk? En als je dan zegt, ik doe het omdat ik het belangrijk vind en omdat ik vind dat deze vrouw een stem moet krijgen. Nee, er wordt gezegd van, je bent een aardashoer. Oh, oké. Okay. Je bent een wat? Dat verstond ik niet. Nou, een aardappelschoer. Nee, maar dat is. Maar dat krijg je dan. En dan mag je gaan. Dan mag je dat eerst gaan corrigeren. En vervolgens mag je maar afvragen of dan al daardoor duidelijk is van de reden dat je het wel gedaan hebt. En of je dat eigenlijk zou moeten doen. Hè, dat is gewoon een beetje op een gegeven moment wordt het echt een soort massa. Een idiote massa van mensen die alleen maar aan het schreeuwen zijn over bepaalde dingen met een hashtag erbij. Omdat ze zelf eigenlijk aandacht willen. Of omdat ze zelf misschien niet voor vol worden aangezien. En ik denk dat ook wel een beetje de nadeel van social media is. De bright side ervan vind ik dat ik over de hele wereld contact heb met mensen. En nu nog steeds in Zuid-Afrika nieuwe mensen en mensen ontmoeten ben. Dus dat is heel erg fijn. Dat je vanuit al die verschillende hoeken informatie en mensen leert kennen. Maar dit is echt de schaduwzijde ervan, inderdaad. Dat de mensen, en heel vaak ook anoniem, gewoon niet onder eigen titel, gewoon van alles zitten te roepen en alles ondergraven. Dus het is een, Eventjes, want dat is namelijk ook gewoon wel mooi. Wij hebben veel discussies over schrijven. We maken nog wel eens wat mee. En omdat ik ook heel veel mensen interview, loop je wel eens tegen bepaalde onfrisse en niet al te prettige dingen aan. En dan spreken wij daar wel eens over. Niet waar? Hè? Ja. Ja, dat zouden hele leuke gesprekken zijn. Helemaal niet negatief. En het is zo dat eigenlijk kom je eigenlijk tot één conclusie. En dat is het mooie van schrijven. Schrijven is toch echt een solo beroep. Oké, je hebt een redacteur nodig. Die heb je echt nodig. Ik dacht dat iemand lachte toen. Nee, schamper lachen. Nee, maar je hebt een redacteur, die heb je nodig. Ik geef een kleine anekdote. Meneer Gustave Leclésio, Nobelprijswinnaar van 2008. Die interviewde ik en toen
slip of the tongue, toen zei ik tegen hem, ik vind uw debuut het allerbeste wat u geschreven heeft. En toen zei hij, ja, ik ben nu 73 en ik heb geen tijd meer om al die 64 andere boeken over te schrijven, maar ik heb nu wel een nieuwe redacteur, zei hij. Ik zeg, een heel grappig antwoord. Hè. En dat zie je altijd. Dus grote namen of grote mensen, die staan ook open voor die oprechtheid. En die hebben ook een redacteur nodig. En een vertaler, ik zie een vertaler daar achteraan zitten. Nou, dat is maar ook eentje. Dus, maar dit terzijde. In dit boek, dat hebben wij ook zo besloten, is het zo van, je schrijft. En het is een solo beroep. Mm-hmm. En op het moment dat jij tevreden bent over wat je geschreven hebt, echt van binnen voelen dat het echt is, dit is wat ik wil zeggen, op deze manier, ja, dan is het goed. En dan is het goed genoeg. Richard belde me op, hij zegt in het begin, toen het boek bij de drukker was, en hij zegt van, ja, spannend. Dat is ook de tijd. Als een boek bij de drukker is, dan is dat de tijd waarin je niets meer eraan kan doen. En waarbij er ook nog geen reacties komen. Maar een schrijver die dan niet zenuwachtig is, die liegt over meer dingen. Dat is echt waar. En het hele punt is, op het moment dat je tevreden bent, ik zeg, jongen, denk nou eens hieraan. Je hebt 4 jaar lang aan een project gewerkt. Het project is afgerond. Op het andere boek staat dus dat ik het goed vind en dat Gerbrand Bakker het goed vindt. Guus Bauer, Gerbrand Bakker, GB. What do you need more? Wat heb je meer nodig? Nee, dat is dat mensen zeggen tegen je, dit is een prestatie van formaat om zo'n boek te schrijven. Om zo'n boek te kunnen schrijven op deze genuanceerde manier. Dat is eigenlijk al voldoende. En daarmee moet zou je voldoende moeten zijn. Zou voldoende, ja, moeten, ja, zijn. Maar dat is, je wil altijd meer. Nou ja, oké. Ik ga nu met u welnemen Pieter Hilhorst vragen of hij zijn zegje wil doen. Alsjeblieft. Soms krijg je van lezen dorst. En van luisteren ook, ja. Maar soms krijg je van spreken dorst. En zo kwam het dat ik laatst naar de avondwinkel ging om nog wat wijn te halen. En daar was een bedelaar die mij aanklampte. Dus ik gaf hem een zet. En toen kwam hij op mij af om toch een aalmoes te vragen. Dus ik gaf hem een knal in zijn gezicht. Deed pijn aan mijn pink. En hij viel op de grond, maar hij kwam nog steeds op me afgekropen met smekende ogen. Dus ik gaf hem een schop in zijn ribbenkast. En terwijl hij op de grond lag, zag ik een stok. Dus ik pakte een stok en ik begon hem met die stok begon ik hem af te ranselen. Zo hard als ik kon. En net op het moment dat ik dacht dat hij zijn bewustzijn zou verliezen, pakte hij de stok van me af en gaf mij een enorme knal met die stok in mijn zij. En ik verloor mijn evenwicht en ik begon op de grond te liggen. En hij sprong bovenop mij en hij sloeg mij keihard 2 blauwe ogen. En hij schopte me. En op dat moment gaf ik hem een klein gebaar dat het goed was. En toen stonden we op. En op het moment dat hij op mij afkwam, had ik ook gezien wat er gebeurde in hem. De haat vlamde in zijn ogen. En ik had hem zijn trots teruggegeven. En toen zei ik tegen hem, nu zijn we gelijk. Toen heb ik hem de helft van mijn portemonnee aan hem gegeven. Dit begin is een gedicht van Charles Baudelaire. Assommons les pauvres. Laten we de armen afranselen. Laten we ze in elkaar slaan. En het is een prachtig verhaal. Want wat Baudelaire eigenlijk laat zien, is dat hij de achterkant van barmhartigheid laat zien. Want barmhartigheid heeft namelijk een vrede kant. En die laat hij zien. En die vrede kant is besloten in het idee dat het gepaard gaat met een enorme ongelijkheid. En wat we altijd hebben, is dat er mensen een oproep krijgen om barmhartig te zijn. Maar die oproep is altijd gericht aan de sterke. En nooit aan degene die barmhartigheid moet ontvangen. Want wie vindt het nou in godsnaam leuk om zielig te zijn?
Wie vindt het prettig om afhankelijk te zijn van de hulp van een ander? Helemaal niemand. Zeker niet als die ander zich ook nog boven jou verheven voelt. En als die ander eigenlijk van jou ook nog dankbaarheid verwacht of dankbaarheid eist. En die achterkant is de achterkant van barmhartigheid. Baudelaire wil geen dankbaarheid oproepen, maar strijdlust. En als je in Nederland kijkt, dan is onze barmhartigheid eigenlijk uitbesteed aan de staat. Als je geen inkomen hebt, dan krijg je een uitkering. Als je je niet kan vervoeren, dan krijg je een busje om naar het ziekenhuis te gaan. Als je niet voor jezelf kan zorgen, dan krijg je thuiszorg. Maar en hoewel we spreken over rechten, zit eigenlijk in al die afhankelijkheden, daar zit precies die dankbaarheid, die afhankelijkheid en die vernedering waar Baudelaire het over heeft. Want als je een uitkering hebt, dan moet je wel accepteren dat bijvoorbeeld controleurs thuis komen kijken of je hoeveel tandenborstels je hebt. En als je een busje moet hebben om naar het ziekenhuis te gaan, dan moet je niet zeuren dat je 3 kwartier moet wachten. En het is ook zo dat als je dan thuiszorg hebt, dat je niet moet verwachten dat die mevrouw of die meneer ook nog tijd heeft voor een praatje. Nee, je wordt veroordeeld tot die ongelijkheid, tot die afhankelijkheid. En dat is volgens mij ook precies de reden waarom heel veel mensen die afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat een hekel hebben aan de verzorgingsstaat. Omdat de manier waarop zij zorg krijgen, daar hebben zij zelf helemaal niks over te zeggen. En dat is precies zoals Gandhi heel treffend heeft gezegd: alles wat je voor mij doet zonder mij, dat doe je tegen mij. En dat betekent dat wij in Nederland een vernederverheffing hebben. Je wordt verheft, maar het gaat gepaard met vernedering. Nou, zal ik eerlijk zeggen, ik ben een enorm watje. Dus ik zou nooit een bedelaar voor zijn bek slaan. En toch hunker ik net als Baudelaire naar strijd. In mijn werk sta ik heel veel mensen bij die geldzorgen hebben. En wat mij het meeste raakt, is als die mensen niet meer geloven dat er aan hun situatie iets kan veranderen. Als ze het idee hebben, ik sta machteloos tegen een systeem waarin ik niets aan kan veranderen en ik ben niet meer de baas over mijn eigen leven. En op zo'n moment zou ik eigenlijk een stok van de grond willen pakken. En niet een stok om iemand af te ranselen, maar om gezamenlijk de strijd aan te gaan. Zodat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Want sociale strijd is namelijk het alternatief voor Caritas of barmhartigheid. En daarom zeg ik, weg met de barmhartigheid, leven de solidariteit. Heel mooi, vind ik. Ja, ik vind het ook heel mooi. En dat vind ik eigenlijk een van de, denk ik, waar ik ook heel erg op hoopte met deze sprekers. Is het idee dat het een beginpunt is om een soort onderzoek. En ik merk het steeds meer, ik heb het niet aan heel veel mensen laten lezen, maar dat er dan toch steeds meer gezichtspunten bij komen. Steeds meer verhalen van, ik denk van, nou, je verhaal van Baudelaire of van die zwerver. Dat is een prachtige dimensie die ik zelf niet onderzocht heb in het boek, maar het is wel iets van, ik denk van, ja, dat is, het komt wel steeds vaker naar boven als je verder gaat zoeken. Want het is inderdaad een soort schaduwzijde ervan, het idee van dat de een aan de ander geeft en de ander het te accepteren heeft. Terwijl in het boek is eigenlijk ook wel een van de thema's van het boek is het idee van dat het makkelijker is om een ander gelukkig te maken dan jezelf. En ik denk dat het verschil ook is vanuit, ik denk dat een beetje ook, dat de discussie die we op een gegeven moment hadden, begon eigenlijk met het Engelse woord kindness. En kindness is niet echt barmhartig. Barmhartigheid is echt meer een soort. Dat is veel meer omvat vanuit een religieuze achtergrond. En goede tierentijd ook. En eigenlijk heel veel van die Nederlandse termen die komen vanuit een religieuze achtergrond. En daar hangt ook een soort ethiek en een morele gewicht hangt daarachter. Een soort dat is opgelegd. Terwijl het idee van kindness vanuit het Engels is heel vaak is gewoon puur aardig zijn. Of het feit van dat je ergens voor open staat. Of dat je. En gelijk inderdaad, precies. Dus dat je op het moment dat het nodig is. En het is ook heel vaak een toevallig iets dat een vreemde aan een vreemde schenkt, als het ware. Als een soort courtesy, zal ik maar zeggen, bijna. Het is niet altijd onderdeel van een bestaande relatie. Of zeker niet in de zin van dat je een aalmoes geeft aan een ander. Dus
Want dat is ook inderdaad, dat, hè, met zodra er geld wisselt, en dan krijg je ook natuurlijk machtsverhoudingen die heel erg gewoon op elkaar inspelen. Waar natuurlijk heel veel, wat je net eigenlijk ook uitlegde, daar heel veel mee gepaard gaat. Dus dat is. Dus ik vind, ja, het is wel een soort. Maar dat is dan wel vaak met overheden, denk ik dan. Ja, nee, dat is ook. Ik denk ook. Want dat ik bedoel, dat ik ken wel situaties waarbij mensen, echt hele goede, intense vrienden, elkaar gewoon belangeloos. Het woord belangeloos is eigenlijk ook wel een mooi woord. Ja, hè? Nou, het grappige is dat, nou, kijk, Pieter en ik zitten samen in een broodfonds. En dat is misschien een klassiek voorbeeld. Wat is dat? Dat zal ik uitleggen. Weet je, dat zijn groepen freelancers die bij elkaar komen. Wij hadden vroeger arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hadden. Ja. Hadden wij die gewoon die moesten we in eerste instantie ook gewoon van de staat moesten we die hebben. En je kreeg een deel, moest je betalen aan de staat. Dus dat was in wezen dat we gewoon WA-verzekerd waren. WA-verzekerd. Ziektekostenverzekering, denk ik. Nee, niet ziektekosten. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. AOV. Een van de afkortingen. Maar in ieder geval dat je voor arbeidsongeschiktheid verzekerd was. Maar op een gegeven moment werd dat hartstikke duur. Dat is gewoon, een bepaald bedrag. En dan ging ik kijken als vertaler wat ik daarvoor terugkreeg. En dan moest ik eigenlijk half dood zijn. En dan kreeg ik na anderhalf jaar, we begonnen eens met een uitkering van €1500 of een aanvulling. Dus toen ik echt daarin dook, deed ik echt zoiets van, ja, ik heb hier eigenlijk helemaal niks aan ook. En het idee van een broodfonds is in wezen dat je met 40 à 50 mensen, freelancers, en vaak zijn dat vrienden. In ons geval is het dus dat we, Pieter had een oproep gedaan en er waren een aantal mensen hadden daarop gereageerd. En we zijn samengekomen en op die manier hebben we eigenlijk met z'n 40 dat we dat fonds oprichten. En iedereen die legt geld in en je stelt vast voor hoeveel je verzekerd wil zijn en op basis daarvan wordt je inleg verhoogd. En in wezen is het dus zo dat we eigenlijk allemaal een eigen rekening binnen dat broodfonds hebben. En dat maar als iemand ziek wordt, dan wordt vanuit al die rekeningen wordt een bedrag gestort op de rekening van de zieke. Maar er zit ook een verplichting bij om dan eigenlijk op bezoek te gaan bij die mensen en ook aandacht te hebben voor die mensen. Daarom is het handigst om te doen met mensen die je kent. Dus in ons geval zijn we opgedeeld in kleinere groepen, zodat we elkaar leren kennen en weten dat we. Even een vraag, zit er ook een controlerende functie bij? Dat dan helemaal niet eigenlijk, hè? Nee, het is eigenlijk het idee dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid daarbinnen neemt en dat weet. En dat is. En je controleert. Eigenlijk is het omdat je eigenlijk vrienden bent van elkaar, dat er een soort sociale controle ontstaat. Die niet zozeer met verplichting, maar met puur met je eigen verantwoordelijkheid en je gevoel. Dus dat is een prettig idee om daar onderdeel van te zijn. Want het is bijna, eigenlijk zijn alle verzekeringen zijn natuurlijk zo begonnen met boeren en zo die elkaar binnen een bepaalde gemeenschap verzekerden voor slechtere tijden. En dus dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Dus dat je niet in plaats van dat je eigenlijk verantwoordelijkheid, je zou bijna kunnen zeggen ook. En je zou bijvoorbeeld ook binnen een buurt of zo kunnen doen, dat mensen een soort buurtverplichting hebben of zo. Dit soort dingen komen wel vaker voor. Ik woon nu dus in het Zaanse en daar heb je zo, op hele kleine schaal heb je dat ook. Mensen die elkaar in een omgeving of in een buurt met elkaar, ja. Daar ben ik ook eigenlijk van zo'n soort brood van. Het enige wat wij in Amsterdam is buurtpreventie, geloof ik. Zie ik er naartoe staan en inderdaad laten we elkaar allemaal in de gaten houden. De politie bellen van wie belt als eerste maar de politie. Ik heb uw DNA. Ja, dat soort dingen. Goh. Heel interessant. Mag ik jou uitnodigen om jouw zegje te doen? Mag ik heel erg tussendoor iets zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, Pieter, dat het hele idee van Baudelaire wordt zeg maar radicaal doorgevoerd door Slavoj Žižek, de Joegoslavische filosoof, die zegt dat liefde ook een egoïstische daad is. Zo kan je het ook nog zien. Dus dan heb je dat hele geheimnis ook weggooien. Want liefde is, je kan niet van iedereen houden, dus je bent sowieso exclusief bezig. En dan ben je eigenlijk een ontzettende vuile egoïstische. Ja, leven in gedachten. Leven blijft leiden. Ja, je kan het ook doen. Ja, precies. Ik hoorde laatst dat er iemand bezig is met een documentaire over de corruptie van het broodfonds. Maar dat maar ik een beetje. Ik denk, ja, dat is. Natuurlijk. Ja. Maar het is wel bijzonder, Richard. Want ik in jouw repliek op Stella
had je het over dat dat soort van beperkt is tot Twitter. Maar ik heb geen Twitter en ik zit ook nooit op Twitter. En toch of zo, ben ik heel erg besmet met alles wat je beschrijft. En moest ik ook huilen, deels omdat ik... ik heb vandaag voor het eerst lenzen, dus... mijn ogen zijn nog aan het wennen, maar ook omdat ik het een super mooie tekst vond. En ik dacht dat je te zien, maar dat komt waarschijnlijk door je schoenen, dat je op je tenen stond de hele tijd. En ik vond dat zo mooi dat je, om te zeggen dat je een slecht mens bent, toch zo op je tenen stond de hele tijd. Ik heb niet zo lang geleden mijn enkel gebroken, dus ik sta soms een beetje. Oh ja. Dat vond ik super. Maar mijn lens heb ik al een tijdje. Ah, je hebt ook lenzen. Ja, het is een openbaring. Letterlijk. ja, ik denk eigenlijk dat... ik denk dat ik schrijf over wat jij beschrijft. En ik heb het gevoel dat jij het beter hebt gedaan. Maar ik vond het zo mooi dat ik het niet erg vind. Compliment. Een soort barmhartigheid. Een paar dagen geleden e-mailde ik Richard. Ik ken hem niet, maar ik zeg Richard. Dat kan, hè? Ja, natuurlijk, ja. Vind je het leuk tot nu toe? Want... Vind je het leuk? Ja, hartstikke. Ja? Ja, heel erg. Ja. Gaat het erg worden nu? Nee, nee. Okay. En ik heb je boek gelezen nou. En ik e-mailde hem met de vraag of het woord barmhartigheid in zijn boek voorkwam. En hij had het geteld. Ja, ik vermoed dat je gewoon Ctrl-Find hebt gedaan. Ik heb gewoon Ctrl-F en toen barmhartig in PDF ingetypt. 8 keer. Ja. Veel vond ik dat. En hij stuurde me toen de proefdruk. En ik zag dat het woord niet tussen aanhalingstekens stond, dat het niet schuin gedrukt was en niet voorkwam in een citaat van iemand die het belachelijk maakte. Het stond er gewoon, alsof het een mogelijkheid was. En hoe kan dat nou, vroeg ik me af. En ik was zo jaloers dat hij blijkbaar in een wereld leeft waarin barmhartigheid geen voetnoot nodig heeft, geen schaamte met zich meebrengt of aanhalingstekens. En ik weet niet of hij het moedig van zichzelf vond om dat woord te gebruiken, maar ik vond dat wel. Ik ben niet zo moedig om dat woord te gebruiken. Laat staan te erkennen dat het bestaat. Ik zal dat illustreren met de volgende anekdote. Een paar maanden geleden had ik een optreden in België. En ik had die ochtend vers sap gekocht. En ik had zoveel dorst bij zo'n automaat. En ik had zoveel dorst dat ik het meteen opdronk. En toen ik klaar was, of voor de helft klaar was... besefte ik dat mijn sap gemaakt was van rotte sinaasappels. En ik wilde daar niet voor betalen, maar ik dacht, ja, ik heb nu de helft opgedronken. Dat was ook niet de bedoeling waarschijnlijk. Dus ik wist niet wat ik moest doen en ik besloot het sap te stelen. het was al ongeveer 17 jaar geleden dat ik iets gestolen had. En ik wist niet meer hoe je dat deed. Ik weet niet of ik het ooit geweten heb, maar ik stopte het in mijn tas en ik ging aan de kassa staan. Voor mij stond een vrouw, een hele mooie vrouw met grote bruine hertenogen en bruin haar. En ze had een bouwvakkerspak aan, een heel groot fluoriserend bouwvakkerspak. En het was zo groot dat het leek alsof ze in een oranje rechthoek gekleed was, waar haar mooie hoofd dan op stond. En ze had, het was 7:15 ochtends en ze had 4 energy drinks gekocht. Op de een of andere manier vond ik dat heel droevig en mooi. En het was 1:97 en ze probeerde te pinnen. Dat lukte niet. Te vroeg, zei ze. Het is te vroeg. En toen haalde ze kleingeld uit haar zak en probeerde te tellen. En iedereen zag meteen al dat ze die 1,97 nooit ging halen. Maar ze telde toch. En wij lieten dat gebeuren. En ze haalde het niet. En toen besloot haar leidinggevende, die kassamedewerker, de leidinggevende erbij te halen. En toen zei ik, ik zal het betalen. En die kassamedewerker die keek mij aan en die zei, amai, het was dus in België. Een daad van barmhartigheid. En toen schrok hij en toen zei hij, zo hé, dat heb ik lang niet gezegd, het woord barmhartigheid. En tijdens dat optreden vertelde ik deze anekdote. En toen vertelde ik dat toen de man achter de kassa van plan was zijn leidinggevende erbij te halen, dat ik zo bang werd dat ik zou gesnapt worden met dat sap. Dat ik toen besloot het te betalen en dat hij dacht dat het een daad van barmhartigheid was, wat het niet was. En dat was niet waar.
Dat is het rare aan het verhaal. Ja, nee, maar snap je waarom ik gek werd toen ik je tekst hoorde? Omdat ik het op mijn een of andere manier geloofwaardiger of aantrekkelijker of ik weet niet leek als ik zou doen alsof het toch niet goed was wat ik deed. En niet dat ik wil zeggen dat... Ik bedoel, ik zou 1,97 niet onder barmhartigheid willen scharen. Laat dat duidelijk zijn. Maar, bedoel, het is een beetje de het reflex van hetzelfde. Is het wel. Ja. Maar ik deed dus alsof het dus egoïstisch was. En toen Sophie, die dus dit... Ik ken jou ook niet, maar ik zeg ook gewoon Sophie. Die dit programma heeft samengesteld... mij vroeg of op mijn visie op barmhartigheid in 600 woorden... En of er concrete acties van barmhartigheid bestaan... realiseerde ik me dat ik barmhartigheid nauwelijks om me heen zie... omdat ik het toch altijd terugvoer op iets anders. Op evolutie, op de hersenen, op egoïsme. Ik heb het collectieve wantrouwen tegen barmhartigheid zo geïnternaliseerd... dat als iemand tegen mij zegt dat ik barmhartig ben... ik de neiging heb diegene, de kassa-medewerker in dit geval, naïef te noemen. Of mezelf corrupt. Alles wat ik om mij heen zie, waarin de mogelijkheid van barmhartigheid besloten zou liggen, vervorm ik tot iets wat ik kan geloven, iets waarmee ik aan kan komen op bijeenkomsten zoals deze. En toen ik op weg hierheen me afvroeg, zou ik in staat zijn, zou ik durven zonder aanhalingstekens, zonder... een voetnoot, deze bijeenkomst een daad van barmhartigheid te noemen. Toen probeerde ik na te denken over wanneer een groep zwijgende mensen of luisterende mensen barmhartig genoemd mag worden. En toen moest ik denken aan een paar dingen, maar onder andere een vriendin die haar geliefde was verloren. En daarna aan mij vertelde dat ze daarna ook zoveel vrienden was verloren omdat hij haar verdriet wilde oplossen. En dat ging dan niet en daardoor haakte ze af. En daardoor, door dat verhaal en ook door te denken aan die zwijgende mensen... moest ik denken aan Job uit de Bijbel. En wat ik een van de mooiste dingen vind uit de Bijbel... is het moment dat... Ja, jullie kennen de Bijbel. Ik zeg, jullie kennen de Bijbel, toch? Maar zeg maar... Job. Dat is toch mooi. Dus Job, die raakt alles kwijt en dan... dus zijn huis en zijn kinderen en alles. En dan komen zijn vrienden uit alle windstreken naar hem toe. En dan staat er in de Bijbel... En ze zaten wekenlang naast hem te zwijgen. En ze zeiden niks omdat ze zagen hoeveel hij leed. En dat leek me misschien wel het mooiste voorbeeld van barmhartigheid. Een groep zwijgende mensen zwijgend naast iemand verdriet gaan zitten... zonder het te willen oplossen. Omdat verdriet soms het enige is wat iemand nog heeft... En ergens denk ik dat dit hier dus, hier, misschien toch wel barmhartig zou genoemd kunnen worden. Dat we hier vanavond toch zwijgend naast iemands vreugde en verdriet zitten, omdat een boek dat toch meestal is. Dus ik ga in tegenstelling tot dat optreden in Antwerpen dit een collectieve daad van barmhartigheid noemen... van jullie oren, van de balie. Ik denk niet dat de balie zichzelf een barmhartig instituut zou vinden... of noemen. Ik denk niet dat de tagline van de balie... maar ik vind dat dat zo is... dat het een barmhartige daad van Richard is om een boek te schrijven. En ik zal daar tijdens de borrel straks natuurlijk wel om lachen... en een voetnoot bij plaatsen... maar dan wel proosten op degene die het heeft aangedurfd... omdat 8 keer lang niet te doen. Ja, dat is interessant is dat je dan toch gewoon weer terugkomt bij dat woord barmhartigheid en de daad van barmhartigheid. Dat is natuurlijk gewoon wat je in het boek probeert op te doen. Is eigenlijk het verhaal wat jij vertelt van die kassa, is het verhaal wat je probeert en dat ieder daar zijn eigen ideeën over mag hebben. En hè, dus dat een eigen, dat het als lezer, dat je daar je eigen mening over mag hebben. En dat is, ieder verhaal heeft, althans dat is de bedoeling ook in het boek, dat je dat natuurlijk op verschillende manieren op kan reageren. En wat leuk is om te merken is dat verschillende mensen ook verschillende verhalen als favoriet hebben. Mm-hmm. Of dat omdat het hun meer aanspreekt of minder aanspreekt. Of omdat het een onderdeel of ja, omdat het op hun eigen leven lijkt. Je zegt zelf net ook, omdat het overeenkomt met wat je zelf ervaren hebt. Ja.
Waar ik even op in wil gaan, twee van de dingen die me interesseerden waren. Ik zat ook weer vandaag, want het was echt zo van, oh ja, nu moet ik echt gaan nadenken over het boek. Hoe zat het ook alweer? Naïviteit had je het op een gegeven moment, noemde je naïef zijn. Dat mensen je naïef noemen als je barmhartig bent. En ik heb er zelf ook over nagedacht, want ik vind mezelf vaak behoorlijk naïef. Ik wil graag naïef blijven. Ik wil niet... Mijn derde boek was gigantisch cynisch. Het was heel erg cynisch. Het ging over een man die allemaal de meest vreselijke plek op aarde was geweest. En ook nog in een Pieter Baantijdcentrum terecht was gekomen. Waar een soort vergaarbak van allemaal gekken en mensen die daar ook allemaal onderzocht werden. En het was een diep, diep, diep cynisch boek. En toen dacht ik aan het eind van het boek, toen ik de Engelse versie, die moest ik ook nog afmaken daarna. Ik was een soort klaar mee. Ik dacht van dit ben ik eigenlijk niet. Ik ben een soort afgedreven naar een punt waarin ik inderdaad heb onderzocht wat van mij terecht was gekomen als ik die weg gekozen had, denk ik. Maar ik ben daar niet terecht gekomen. Waar ik terecht gekomen ben is dat ik eigenlijk in heel veel opzichten een dankbaar mens ben. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft met mijn achtergrond in Zuid-Afrika. Dus als je van een plaats vandaan komt waar er zo'n gigantische verschillen tussen mensen zijn, waar het eigenlijk zo makkelijk is om bijna de hele dag lang daden van barmhartigheid te plegen of om dingen te doorbreken of muren te doorbreken of wel dat gesprek aan te gaan terwijl een ander negeert of mensen aan te spreken die andere mensen gewoon racistisch aanvallen en dat soort dingen. Dus ik kom uit een land waar die gelijkheid zoals die in Nederland bestaat, niet bestaat. En als je dat hebt meegemaakt en daarin bent opgegroeid en eigenlijk ben geprogrammeerd als een superieur wezen ten opzichte van heel veel andere mensen, dan zijn de verworvenheden van Nederland, zoals jullie, die bij jullie mee zijn opgegroeid, is voor mij iets veel verhevener, zal ik maar zeggen, dan jullie zijn ermee opgegroeid. Ik ben er niet mee opgegroeid. Ik kwam hier aan en ik had echt iets van wauw. Weet je, dus ik kom geen bedelaars in de straat tegen. Als ik bij mijn broer in Johannesburg op bezoek ben, dan heeft hij een groot huis en ik ga er door de elektrische hekken naar buiten en de eerste stoplicht, daar staan mensen te bedelen bij het stoplicht. En de contrasten zijn zo gigantisch groot. Dan hebben jullie het allemaal heel erg goed gedaan met elkaar om het voor elkaar te brengen. En die solidariteit en het idee van gelijkheid, dat heeft een soort schoonheid die voor mij als buitenstaander, die ik nog steeds bijna als zoals ik Amsterdam beleef. Als ik door Amsterdam fiets, denk ik, jezus, ik leef gewoon in een van de mooiste steden van de wereld. En dat klinkt dan heel een beetje kinderlijk en naïef, maar eigenlijk wil ik dat, zou ik het zonde vinden als ik dat zou verliezen. Als ik die soort verwondering of die nieuwsgierigheid of dat idee van dat je inderdaad bewondering kan hebben voor het feit wat zo'n land als Nederland heb bereikt, als ik dan over de afsluitdijk rijd en ik denk aan mezelf, jezus, ze hebben gewoon echt een heel stuk zee. Wat? Hoe verzin je het? En dan ook nog uitvoeren. Weet je, zo ga ik zo'n beetje door het leven af en toe. En ja, als mensen dat naïef vinden, ja, dat kan. Maar ik hoop eigenlijk eerder dat, doordat ik kan dat niet in mijn normale bestaan, kan ik niet de hele tijd tegen iedereen gaan zeggen, jongens, moet je kijken. Dus dat doe je dan in een boek. Dus dat je eigenlijk een beetje je verwondering en je nieuwsgierigheid probeert te delen met mensen en ook je interesse en het idee van dat het echt mogelijk is om gewoon geïnteresseerd te zijn in andere culturen en je daarin te verdiepen. En in plaats van dat je alleen maar een shawarma gaat kopen, dat je ook even het gesprek aangaat zoals ik laatst voor het eerst inderdaad, dat ik mijn broodje dunner ging halen en dat ik zei van, waar kom je eigenlijk vandaan? En toen bleek het een Iraakse boer te zijn en dan heb je een gesprek en dan is het, en ineens ken je die persoon en dan is het toch gewoon, het is een soort, dat heeft niet zozeer iets met barmhartigheid te maken, maar dat is gewoon een soort nieuwsgierigheid en het is soms ook net een, voor jou ook, als je bij zo'n kassa staat, het is een drempel die je over moet. Je denkt bij jezelf, dat zo kun je het ook zien, maar dan, want je weet ook heel vaak dat er een reactie komt. En eigenlijk het verhaal van Pieter ook, het verhaal van Baudelaire is dat er komt ook weer een reactie op. Dus op het moment dat je dat doet, zit je er ook aan vast. En als je dan, soms is het inderdaad beter om te zeggen van, doei, ik hoef het niet terug. Of ik hoef geen dank. Of
Dus, maar goed, dus dat... Nee, Richard, je moet die verwondering moet je vooral houden. Dat is heel erg mooi. Ik vind dat voorbeeld van die kassa, dat is iets wat ik eigenlijk dagelijks observeer. Want het is ook een typische, eigenlijk een schrijversactie, wat jij gedaan. Schrijvers observeren mensen ongewild. Ongewild observeer je iedereen en bedenkt er iets bij, geeft er een daad aan. Zoals dus wat er in Londen is gebeurd, of Manchester bijvoorbeeld. Als je probeert voor te stellen wat er in het hoofd van zo'n dader is, dat is wat mij betreft heel erg moeilijk om dat echt te visualiseren. Maar dat is wel wat een schrijver eigenlijk doet. Ja, dat had ik dus het punt is, wat je moet blijven doen is... Kijk, naïef is dat beslist niet. Hè? Dus je blijven verwonderen is een vorm van oprechtheid. En dat is waar het om gaat, ook in dit boek. Ja. Dus ik zou willen zeggen... Sophie wil graag misschien nog dat de vragen uit het publiek zijn. Want zij heeft een microfoon, dus ja. Ja, de microfoon. Ja, microfoon. Nee. Wat heel vaak gedacht wordt als barmhartigheid verdacht wordt gemaakt, dan gaat het over het motief. Dat is waar jij mee te maken hebt en waar jij ook over spreekt. Over wat is het motief? En dat suggereert alsof het motief een daad disqualificeert. Ja. Terwijl eigenlijk wat het bijzondere aan het boek van Richard is dat het heel vaak heel onduidelijk is waarom mensen überhaupt... Precies. Het is eigenlijk, ze doen heel de tijd dingen. Ze doen dingen zonder dat het precies duidelijk is waarom ze dingen doen. Ja. En dat is ook, we denken steeds dat we eerst bedenken dat we een motief hebben en daarna iets gaan doen. Ja. Terwijl in de praktijk doe je iets en eigenlijk daarna komt het pas. Je hebt er een mooie Joods gezegde over. Ja. We denken, weet je, je hart volgt je hand. Je doet iets en daarna ga je erin geloven. In plaats van dat je eerst iets denkt en daarna ga je doen. Dat kan ik denk ook dat het is voor bijvoorbeeld als je iemand uit een zinkende auto trekt, het zal hun borst wezen, waarom je dat wat je had beweegreden zijn. Ze zijn al lang blij dat je precies, dat je het op social media kan zetten en dat je hoopt dat er filmpjes van zijn. Maar nee, maar goed, dat maakt de mensen die geholpen worden meestal niet zoveel uit. Maar het is ook wel, ik denk ook dat het belangrijk is als je zoiets schrijft, dat je het een beetje, dat je het diffuus laat, dat je niet veel zegt van dit is wat je ervan moet vinden, of dit is... Nee, maar je beschrijft... Eigenlijk probeer je zo zuiver mogelijk de situatie te beschrijven, zodat de lezer zelf... Daar gaat het daar zelf over na kan denken. De lezer moet altijd zelf de conclusie trekken. Precies. Mijn conclusie daarin is dat we eventueel nog tijd hebben voor één vraag. De beste vraag. De beste vraag. Over de beste is het, weet ik niet. Ja. Maar u zei net over... nou ben ik het half kwijt. Er zit ook een terugweg. Ja, er zit er een. Er is nog één na jou. Ja, precies. Die kunnen nog. Lees barmhartig. Ja, okay. Dat is nou barmhartig. Het was Twitter en. Wat was jouw barmhartigheid? Ik ben het echt kwijt. Sorry. Zal ik zo even bij je terugkomen? Kom zo terug. Ja. Daar zit. Ik heb hem. Schrijf hem op. Okay. Verbazing. Je zegt net over verbazing in de straat, als je door Amsterdam loopt. Ja. En als ik dan jouw gedichtjes of korte verhaaltjes op Twitter lees, daar sijpelt die verbazing wel steeds doorheen. Ja, dat is wel. En ik ga gewoon aangeven, ik vind dat prachtig. Dank je. Dat is barmhartigheid. Maar er zit er gewoon zoveel tussen die teksten door. Als je tussen die teksten door leest, tussen die woorden heen leest. Ja. Daar sijpelt ook heel veel verbazing, verwondering. Barmhartigheid misschien ook. Het sijpelt daar gewoon tussendoor. Dus ik vind, voor mij is Twitter echt iets wat mij verbaast over hoe dat... Ja, maar ik denk, ik weet niet of dat een soort uitzondering is. Dat heb ik wel een periode gedaan, dat ik die wandelingen maakte. En dan probeerde tijdens zo'n wandeling een beschrijving van 3 of 4 dingen die ik onderweg tegenkwam. Eigenlijk een soort oefening voor mezelf. Om te proberen te kijken of ik de wereld op een totaal andere manier kon zien. Maar opnieuw kan zien. En dat is eigenlijk het mooiste, denk ik, vind ik ook de taak van een schrijver, is dat je probeert om een lezer mee te nemen daarin en dat ze de dingen die ze, de dingen van alle dag, dat je die gewoon ook weer opnieuw neer kan zien. En ja, ik weet niet of dat barmhartigheid is, maar dat is gewoon puur ook iets wat ik graag doe. En omdat ik zelf ook graag die wereld steeds weer opnieuw wil zien. Maar daar heb ik in ieder geval van genoten. Dankjewel. Dat is mooi.
Nog even kom ik daarop terug, want het is ook wel zo dat hij inmiddels al 271 schrijftips in het Engels heeft gegeven via Facebook, dus dat compenseert het wel weer een beetje. Useless. Het zijn allemaal even nutteloos. Ja, even nutteloos. Useless, ja. Oké, ik zou zeggen, ik vind... Ah, pardon. Neem me niet kwalijk. De allerlaatste dan. Ja. In ieder geval, Richard, gefeliciteerd met je boek. Dankjewel. Ik heb hem kunnen lezen al. Dat is Oké, fantastisch. Ja, fantastisch goed. Dankjewel. Maar het ging over de motieven van barmhartigheid. En wat ik meende te lezen, en misschien kun je daar iets over zeggen, is dat die motieven over waarom jouw personages barmhartig waren, ik had het idee dat dat zich wel ontwikkelde in je boek. Het leek steeds meer een soort religieuze gronden te hebben. Ja, ik denk... Dat kan je daar iets over vertellen? Ik denk dat dat vooral te maken had met het feit dat het ging door de balken. En wat je dan merkt als je gewoon ook die verhalen gaat lezen, die korte verhalenbundels die ik gelezen had, dat God een steeds belangrijkere rol gaat spelen naarmate je oostwaarts gaat. En die gaat dan... En heel vaak wordt er ook aan gerefereerd. Of er wordt gerefereerd aan het idee van een verlosser die terugkeert op aarde is in Turkije iets wat eerder voor zal komen dan bijvoorbeeld in Noorwegen. Dat zouden mensen van... die lijkt op Jezus. Okay, ja. Maar in andere landen... Dus het is eigenlijk een beetje meer van in hoeverre dat eigenlijk leeft in zo'n cultuur natuurlijk. En dat is... En dus gaat het langzamerhand een belangrijke rol spelen. En daardoor gaat de hoofdpersoon, ondergaat een ontwikkeling puur door de omgeving. Doordat mensen meer geneigd zijn om hem bepaalde eigenschappen toe te dichten. Of dingen daarin te zien. En het is eigenlijk in heel veel opzichten hetzelfde ook. Zoals het in de Bijbel ook gaat. Dus dat er gewoon op een gegeven moment met de wonderen die verricht worden, dat die... dat het meer te maken heeft met hoe die geïnterpreteerd worden ook heel vaak. En dat dat een essentieel onderdeel ervan is. En dat zie je eigenlijk, komt dat in die latere hoofdstukken, dat ze eigenlijk Turkije en Syrië en zo terechtkomen. En in Libanon, dat is eigenlijk steeds meer die ook op zoek, nou, dat is misschien ook wel, dat ze in die landen ook op zoek zijn naar wonderen. Of op zoek zijn naar een verlosser. Of het idee van dat er iemand komt om te helpen, of dat er iemand is, of dat God toch bestaat, ondanks alle ellende die er eigenlijk daar is. Het idee van dat ze dat, ja, dat gewoon veel meer leeft dan voor ons, waar wij inderdaad, dat je eigenlijk, dat we, hier is veel meer de nadruk op het feit dat we individuen zijn en iedereen anders is en je eigen gang mag gaan. Terwijl daar eigenlijk het idee van een solidariteit, een idee van dat je verenigt ook om een geloof heen en dat geloof ook als een verenigende eigenschap is. Dus dat is ook weer een ingewikkelder omdat dat niet mijn leven is. En het is wel een witte man natuurlijk die vanuit Noorwegen precies op stap gaat. Dus wat zou er gebeuren als het een zwarte man nou ja, was? Ja, precies. Dat is ook inderdaad in de vraag op een gegeven moment. Zouden we nog weer een heel ander thema aan kunnen wijden. Mensen, ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor de aandacht. De sprekers natuurlijk in het bijzonder. Mag ik toch een vraag? Ja. Ik ben niet bekend met iedereen hier en ik heb de indruk dat jullie elkaar allemaal kennen. Maar ik wil heel graag weten wie de sprekers zijn. Wat ze doen. Neem me niet kwalijk. Pieter Hilhorst in het midden. Stella Bergsma hier. En Rebecca de Wit. Die was als laatste. Excuus. Ik wou zeggen dat het op de site van jullie biografietjes staan ook op de site van de Bali, als je wilt checken. Dus die staan er onder ook. Maar goed, spreek ze aan. Spreek ze aan. Ook een opinie. Ja. Dank je. Dat is zo'n goede vrouw. Dat is zo'n goede vrouw.